Plannen maken en ideeën uitwerken. Dat begint met brainstormen voordat je aan de uitwerking toekomt. Met MindMeister kun je het hele proces goed in beeld brengen. In een eerste auto heb je gezien hoe je je mindmap in MindMeister kunt inrichten. In deze auto het invoegen van diverse elementen. De mindmap die ik in de vorige auto heb gemaakt is in beeld. Aan de rechterkant zie je de werkbalk waarmee je de mindmap kunt opmaken. En onderaan kun je bijvoorbeeld notities toevoegen. Je selecteert eerst het onderwerp waaraan je de notitie wilt toevoegen. En dan maak je de notitie in het gele vak. Je ziet dat de notitie is toegevoegd. Een notitie is een aanvulling. Je kunt ook opmerkingen maken. Daarbij kun je duim omlaag of duim omhoog gebruiken. Stemmen worden geteld. En de opmerking kun je eronder toevoegen. En er eventueel nog een aan toevoegen. Notities en opmerkingen kun je in beeld brengen door op een pictogram te klikken. Ook links kun je toevoegen. Dat kan een URL zijn, een onderwerp of een link naar een e-mailadres. Als je een URL toevoegt, kun je ook kiezen voor een zogeheten wonderlink. Dan wordt er gezocht op Google en het eerst gevonden resultaat gebruikt. Via geavanceerd kun je uit populaire links kiezen voor het betreffende onderwerp. Met de volgende knop voeg je bestanden toe die je eenvoudig naar het vak kunt slepen. Echter, deze functie is niet beschikbaar in de gratis versie. Via de plus kun je kiezen van welke plaats je een bestand wilt uploaden. Maar zoals gezegd, niet beschikbaar in de gratis versie. Met de laatste knop kun je taken toewijzen. En ook hier een woondelink gebruiken, waarbij de taak automatisch wordt toegewezen en de andere gegevens worden ingevuld. Als de taak voor een gedeelte is voltooid, kun je dat hier aangeven. Ook de prioriteit is in te stellen. Afbeeldingen kun je toevoegen via deze knop. Je ziet een aantal standaard pictogrammen. Via Voeg een afbeelding toe kun je kiezen waar vandaan je een afbeelding wilt toevoegen. Een aantal opties zijn beperkt te gebruiken in de gratis versie. Je kunt ook video's invoegen, alleen in de betaalde versie. Maar het is wel mogelijk een link naar een video, bijvoorbeeld naar YouTube, in te voegen via de knop Links. Tot slot van deze how-to zie je hoe je zelf een relatielijn kunt toevoegen. Er is een onderwerp geselecteerd, in dit geval Tet-schelling. Ik sleep de relatie naar Oerol, want dat is op de schelling. Je ziet dat de lijn een andere kleur heeft om aan te geven dat deze relatie niet is gelinkt aan het hoofdonderwerp. Tot zover deze how-to over Mindmaster. In de laatste how-to komt onder andere het delen van Mindmaps aan bod.